Dames en heren, ik kan u niet zien, u mij wel, maar het voelt goed. Ja, het idee was inderdaad wat net is verteld, wat Peper net heeft verteld. Van hoe bijbellezen is één, maar hoe doe je dat? En kun je dat ook leren en op welke manier? Wel nu, ik ben ervoor gevraagd en we lezen een stukje uit Genesis 22. Dat is het beroemde verhaal dat Abraham de opdracht krijgt om zijn zoon Isaac te offeren. En hoe leest men in de synagoge dat bijvoorbeeld? En ik blijf heel bescheiden bijvoorbeeld. En hoe doen we dat in de kerk bijvoorbeeld? Want dat gaat ook alle kanten op natuurlijk. Ik stel je voor om het te lezen en om daaraan voorafgaand een gebed te zeggen. Laten we bidden. Heere God, wij danken u dat we hier bij elkaar kunnen zijn via zo'n bijzondere weg. We danken u dat we de Bijbel hebben meegekregen van onze ouders, onze voorouders, met het hele verhaal van u, met de mensen, van Christus onze Heer. En we bidden u dat we daar nog steeds vandaag mee kunnen leven en mogen leven. Amen. Ik lees de eerste 14 versen van het hoofdstuk, Genesis 22. Het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem, Abraham. Die zei, zie, hier ben ik. En zei, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac. Ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op. Hij zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac, zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem had genoemd. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en zag die plaats in de verte. Abraham zei tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als we ons neergebogen hebben, zullen we u leren. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer, legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand. Zo gingen die beiden tezamen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham. Hij zei, vader, die zei, hier ben ik mijn zoon. Hij zei, zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen die beiden tezamen. Ze kwamen op de plaats die God had genoemd. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar boven op het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heere riep tot hem vanuit de hemel en zei, Abraham, Abraham! En zei, zie, hier ben ik. Toen zei hij, steek je hand niet uit naar de jongen. Doe hem niets, want nu weet ik dat je Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet hebt onthouden. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om en zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in de struiken, in struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats de naam, de Heere zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dagen nog gezegd, op de berg van de Heere zal erin worden voorzien. Even tot zover. Ik leg hem even een beetje opzij. Zo'n grote Bijbel neemt zoveel plek in en dat is ook heel mooi. Ja, hoe lezen Joden de Bijbel? Hoe lezen christenen de Bijbel? Daar is ook niet een eenduidend antwoord op. Eensluidend antwoord. Laat ik even bij de dominee beginnen. Hoe leert hij eigenlijk Bijbel lezen? Hoe leer je dat? Nou, als je predikant wilt worden, ga daar een hele studie aan vooraf. En het onderdeel van die studie is Bijbel, Oude Testament, Nieuwe Testament. In de protestantse traditie hebben we niet de Deuteronomische boeken nog eens een keer als apart vak. En, die dominee die moet beginnen te leren, aanstaande dominee moet beginnen te leren de taal waarin de tekst is gesteld. Want die tekst is natuurlijk niet in het Nederlands doorgegeven, maar in het Hebreeuws, in het Aramees of in het Grieks.
Dus dat moet hij gaan leren. Dat Aramees hoeft hij niet, maar het Hebreeuws nog wel. En ik hoop dat het nog een tijdje duurt voor ze dat afschaffen, want die kans is groot, denk ik, vrees ik. En dan krijgt hij een tekst voor zijn neus en die moet hij eerst gaan vertalen. Dat is een hele klus om dat goed te doen. En vervolgens moet hij een soort analyse maken van waar gaat het hier in dit stuk nou over. Er zijn allerlei methodes voor die analyse. En daarmee kleed je dus die tekst een beetje uit en kom je bij een kern, althans dat hoop je. Die tekst is altijd gefocust, die is ergens op gericht. Ik zal u een voorbeeld geven hoe mis het kan gaan. Ik citeer eventjes zomaar een tekst. Hij stond op, hij at en dronk en ging naar Israël. Hij stond op, hij at en dronk en ging naar Israël. Waar gaat het nou over? Soms krijg je dan een scriptie bijvoorbeeld en er staat een uitvoerig verhaal over wat ze allemaal aten en wat ze allemaal dronken, maar daar gaat het in het hele Bijbelstuk niet over. Het wordt even genoemd als opstapje van die man maakte zich klaar en ging vervolgens weg. Daarover gaat het natuurlijk, dat hij wegging. Nou, we gaan lezen, Genesis 22, en kijken van, vallen wij niet in dezelfde kuil? Daar gaat het om. Allereerst de naam. In de christelijke traditie heet dit verhaal het offer van Abraham. In de Joodse traditie heet het de binding van Isaac. En daarin hoort u meteen het verschil. Een groot verschil. In de Joodse traditie is de focus gericht op Isaac. In de christelijke traditie gaat het om het geloof van Abraham. En blijft eigenlijk Isaac een beetje buiten schot. En is dat wel terecht? Goed. Dan, als u dat nou hoort lezen, u bent dominee of weet ik wat, u leest die tekst. Wat denkt u dan? Dan valt u toch altijd iets op. Kijk, een notariële akte, dat is allemaal hetzelfde. Hè? Ja, een notaris die meeluistert zal me zeggen, ik zal kreunen zeggen, is helemaal niet zo. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Deze tekst, die richt zich op iets. En u leest die tekst met een bepaald gevoel. En ik geef even wat. Als u bijvoorbeeld een heel verdrietige omstandigheid hebt meegemaakt, dat er een kind of zo uit uw omgeving het leven verloor, dan leest u deze tekst volkomen anders dan wanneer iemand die nog nooit iets in zijn leven heeft meegemaakt. Dus alles hangt af van ook wie u bent. Het oog, uw oog, maakt die tekst. En sommige dominees kunnen het geweldig, werkelijk. Er zijn er ook die er niet al te veel van bakken. Maar er zijn ook echt onvoorstelbaar knappe verhalen waar mensen mee worden getroost. Goed, je zult toch zo'n vader hebben. Dat komt toch bij je boven als je dit verhaal leest. Je zult toch zo'n vader hebben. Zo'n vader die het in zijn hoofd haalt om jou te offeren aan zijn godsdienstige waanzin, zou u misschien wel denken. Dat is toch verschrikkelijk? Maar goed. Dat neemt u in elk geval mee het verhaal in. Hè? Dus u haalt iets uit het verhaal, maar u neemt ook iets mee uit het verhaal. En daar gaat het over en om vandaag, vanavond. De Heer beproeft Abraham. Zo begint het verhaal. De Heer beproefde Abraham. En over God staat er eigenlijk. Hè? Er staat niet Heer, er staat God. De Heer komt pas voor bij die hand. En het zwaard, dat mes, dan komt de engel van de Heer, maar voor de rest is het hier Elohim, God. En dan is al gauw het idee van, doet hij het wel of doet hij het niet? Gaat Abraham het wel doen of gaat hij het niet doen? Een soort tv-programma, zeg maar, doet hij het wel of doet hij het niet? Dat kan zomaar bij je binnenvallen. En er komt nog iets bij, dat wordt je beproeven, waar het verhaal mee begint. Dat is met name in de christelijke traditie natuurlijk een ingewikkelde, om de simpele reden dat beproeven in de Nieuwtestamentische tijd als een vorm van, bijna van duivel, als werk van de duivel wordt gezien. In Jacobus 1 vers 13 staat, niemand mag zeggen, ik word van Gods wegen verzocht. Dus als je wordt verzocht, leid ons niet in verzoeking en verlos ons van de boze, onze Vader, dan komt dat niet van God, die verzoeking. En dan meteen de vraag,
En Abraham dan? Ja, dat is een moeilijke. Ziet u? Je ziet, Bijbellezen is mega interessant, maar ook niet makkelijk. Ontferm u over uw dominee, echt waar, want het is echt af en toe moeilijk. Goed. We dwalen dus al snel zo'n verhaal binnen en ook weer uit. En dan even die christelijke lijn, die pak ik straks weer opnieuw op, hoor, want ik herhaal een paar dingen in een andere setting. Isaac, die zegt niet veel in het verhaal. Die stelt alleen vragen van vader, waar is het lam, waar enzovoort. Hè? En dan, dat is het helemaal. Hebt u trouwens een idee hoe oud Isaac hier is in dit verhaal? Dat is 37. Wij beschouwen hem, en ik heb dat ook altijd gedacht hoor, als een jongen van een jaar of 13. Die met zijn vader meegaat. Maar hij is 37. Dat maakt het helemaal bijzonder. Het woordje Isaac betekent lachertje. De stam betekent lachen. Hij lacht om hem, je kunt om hem lachen en met hem lachen. Het kan negatief en positief zijn. Isaac is de meest kwetsbare van de drie aartsvaders. Goed. En dan Abraham die neemt Isaac, legt hem op het altaar. En dan in de protestantse kerk zou ik altijd zeggen hoor. Ben je 37, laat je op het altaar leggen. Hoe zit dat? En dan word je vastgebonden door je vader. En dan stel je geen vragen. Dat is een wonderlijke tekst, vindt u niet? De bedoeling is natuurlijk van de schrijver dat u die vragen ook stelt. Want die heeft hij ook. En hij geeft er ook niet zomaar een antwoord op. En dan is dat mes, dat vreselijke mes, ik denk even aan het schilderij van Rembrandt. En dan om zijn zoon te slachten, zijn staat echt slachten. En dan roept de Malach Adonai, de bode des Heren, de bode van de Heilige God. Raak dat kind niet aan, dat kind. Hè? Want nu weet ik dat je godvrezend bent. Ja, u begrijpt natuurlijk dat in de kerk, in de christelijke tradities. Dus de kerkvaders helemaal gevallen zijn op dit verhaal. En die hebben dit natuurlijk, en dat doet u ook, en dat doet uw predikant vaak ook. Natuurlijk hebt u dat verbonden, als u christen bent, met het Nieuwe Testament. Waarin Christus het offerlam is. Lam van God dat wegdraagt de zonde van heel deze wereld. Geef ons uw ontferming, geef ons uw vrede. Christus is het lam. En die wordt... Dat lam Christus wordt teruggelegd in de Hebreeuwse Bijbel. En gezegd van, in de Hebreeuwse tekst gaat het al over het lam Christus. Dat laatste gaat mij te ver. Maar ik ben wel aan het schuiven, moet ik u zeggen. Ik ben er veel mee bezig en ik denk er ook veel over na. Zo van, hoe is nou die verbinding tussen Oude Testament en Nieuwe Testament? Want je hoeft er helemaal geen... Oude Testament te zeggen als er geen nieuw is. Hoezo oud? Oud en nieuw. En niet alleen maar oud of alleen maar nieuw. Goed. Net het resultaat van dit nadenken over deze tekst is, je kunt op God vertrouwen. Ik denk dat dat in de preek, als je die preek aan het maken bent of als je die preek aanhoort, dat dat de focus is. Je kan op God vertrouwen. En ook Abrahams geloof is ongelooflijk stoer eigenlijk. Ja. Dus eigenlijk is het Oude Testament een afschaduwing van alle groten die in het Nieuwe Testament in de orde komen. En daarmee schaf je eigenlijk de Joodse Bijbel af. Want de Joden hebben geen Nieuw Testament. Dus je moet ontzettend opletten met op welke manier je daarin staat en welke waarde het Oude Testament heeft. Of de Hebreeuwse Bijbel heeft. Ik zeg Oude Testament, want ik ben christen. Goed. In die christelijke traditie is dus, kort samengevat, het hele verhaal niet af. Maar we gaan stappen eerst even over naar de rabbijnse tradities. Ik moet u zeggen dat ik daar de laatste jaren heel veel in studeer. Dat brengt mij op allerlei nieuwe sporen. Ik vind het jammer dat ik dat niet eerder heb gedaan.
Maar ja, je bent of met grammatica bezig of met zoiets. En ik ben nu die rabbijnse teksten aan het lezen. Niet om Joods te worden, en dat was ik niet van plan. Maar wel om te kijken wat voor waarde de Joodse traditie heeft bij mijn manier van Bijbel lezen. Goed, het gebeurde na deze dingen. Zo begint het verhaal. De NBV heeft gewoon hierna. Maar dat vind ik jammer, want na deze dingen, er waren dus allerlei dingen aan de hand. En wat was er nou gebeurd? Je moet even vragen natuurlijk. Hè? Daar komen ze. Het gebeurde na de beschuldigingen van de Satan. Satan nu, hoe komt die nou opeens binnen zeilen? Dat is het aardige van de rabbijnse tradities en gewoontes om in een verhaal allerlei andere mensen en zaken aan de orde te stellen. En de Satan die probeert te verzieken. Uiteraard, dat is ook zijn werk. Er wordt namelijk ter ere van Isaac wordt er een groot banket aangericht. Hoe komen ze daar nou weer aan, het grote banket? Nou, dan moet u eigenlijk even in de Bijbel pakken en teruglezen. Want in Genesis 21 op het slot vindt u een verhaal over Abimelech en Abraham. En die sluiten een verbond over waterbronnen, waterputten. En dan worden er 7 lammeren speciaal geschonken aan Abimelech in een soort verbond. Om daarmee de verbintenis tussen Abimelech en Abraham te vieren. Groot feest dus. Nou, daar komt, neem ik aan, dat feestmaal vandaan. En is er nog iets. Ismaël, die meldt zich, staat ook niet in onze traditie. Ismaël meldt zich, die is 13 jaar en die verwijt Abraham. Die zegt van, je hebt Isaac besneden. Allemaal leuk en wel, maar hij kon geen nee zeggen daartegen en ik wel, ik was 13. Ik ben ook besneden. Kortom, eigenlijk had Isaac toestemming moeten geven om besneden te worden. Zegt de Satan, neem ik aan. En dan krijg je, toen zei God tegen Abraham, neem je zoon, je enige die je lief hebt, Isaac, en offer hem daar op een van de bergen die ik je noemen zal. Even meetellen. Je zoon. Abraham praat meteen terug tegen God en zegt, welke zoon? Ik heb 2 zonen, Isaac en Ismaël. Dan zegt God, de unieke, de enige. Dan zegt hij, ja, maar mijn beide zonen zijn voor mij uniek en enig. Even kijken hoor. Je bent ook het enige kind van je moeder. Ja, die zocht ik. Van je moeder. Die je lief hebt. Nou zegt Abraham, ik heb mijn beide zonen even lief. En dan valt de bijl Isaac. Je ziet, stapsgewijs wordt in deze traditie, het valt de bijl. Hè? Stapsgewijs komt hij steeds dichter bij die naam, Isaac. Dat is de allerlaatste die hij zou willen offeren. En het wordt de eerste. Abraham krijgt dus die opdracht en hij staat 's morgens vroeg op. Waarom vroeg? Er wordt altijd vragen aan de tekst gesteld. Zit u in de Joodse literatuur? Vragen aan de tekst. Blijven vragen, vragen, vragen. Vragen zijn belangrijker dan antwoorden. En dan, hij staat vroeg op. Abraham is helemaal in shock. Staat vroeg op. Waarom vroeg op? Omdat hij ijverig voor God wil zijn. En dan gaat hij met 2 knechten. Die knechten krijgen ook namen. Ismaël en Eliezer. Die worden dus ingevuld, de rabbijns ingevuld. En die gaan met Abraham mee. Ook als steuntje in de rug. Want straks heeft Abraham natuurlijk alleen nog maar Ismaël over. En als hij Ismaël niet heeft, dan heeft hij Eliezer nog. En Eliezer was de zoon die had geadopteerd. Hè? Hier staan dus 2 zonen van Abraham die gaan mee. Eliezer die in hoofdstuk 15 geadopteerd wordt. Abraham wenst dat althans. Omdat de belofte niet uitkomt. En Ismaël die de enige zoon, echte zoon van Abraham is. Als Isaac
sterft. Ziet, het is, zit mooi in elkaar, ingewikkeld in elkaar. Goed, ze gaan op weg. En na en afstand van 3 dagen ziet hij de berg Moria liggen. 3 dagen, dan moet je wel heel ver kunnen kijken, vindt u niet? Maar dat kan natuurlijk, want het gaat om de plaats Moria. En Moria betekent letterlijk de plaats waar je ziet. Of waarin God voorziet. Het gaat in deze verhalen steeds over zien en gaan. Over gaan en zien. Abraham gaat en hij ziet. Of hij ziet niet. Maar het gaat om het gaan met God mee. Hij moet doorwandelen in het heilige land. En hij moet zien wat er gebeurt. Abraham ziet over de woestijn. Hij ziet het land Israël. En Lot keurt dat af. En Abraham die houdt dat land over. Omdat hij er wat in ziet. Geloven in Genesis is heel vaak een vorm van zien. Ook op andere teksten natuurlijk, maar ik focus nu even op Genesis. Goed. Hoe wist hij nou welke berg het was? Omdat die berg in een wolk was gehuld. En natuurlijk was het die berg, want die berg is de berg waarop de tempel is gebouwd. En tot de dag van vandaag noemen de Joden de tempelberg Moria, de Moriaberg. Goed, dan staat er dat Abraham nog wat bloed wil laten vloeien, omdat het een offer moet, Isaac een offer moet zijn. Maar dat wordt hem verweten. Doe deze jongen helemaal niets, want ik weet dat je Godvrezend bent. Goed, als u de christelijke traditie daarnaast zet, dan ziet u dat die in allerlei opzichten, ik zou bijna zeggen in alle opzichten zowat, christologisch is. Het gaat om Christus in het centrum van het verhaal. Abraham, van begin tot eind. Abraham heeft een focus, het verhaal van Abraham heeft een focus, en die focus ligt bij Isaac. Dan 2, de proef. Daar moet u een antwoord op bedenken. Is dat satanisch wat hier staat? Hoe combineer je dat? Leid ons niet in verzoeking. En is verzoeking een beproeving? Of is het oefening? Dat is heel vaak zo. In de woestijn is de beproeving is een oefening. Een oefening om volk van God te worden of te zijn. Maar daarmee bent u nog niet klaar. Dan, u hebt heel wat voor je preek, vind je niet? En dan is het heel nadrukkelijk ook een stuk tegen de kinderoffers. Juist de opdracht van Abraham aan Isaac om geofferd te worden. Juist die opdracht vertelt ons dat de God van Israël niets met kinderoffers heeft. En dat ook helemaal niet wil. Al het is lach laat gaan. Strek je hand niet uit. Doe die jongen niks. Kom op, doe hem helemaal niets. Dan de context. Ook nog zo wat. Moet ik even kijken. Een verhaal functioneert alleen maar in de context. Als u dit verhaal leest, dan moet u eigenlijk ook het verhaal ervoor lezen en het verhaal erna. Want daarin is het gevat. Daarin is het gefocust. En dan kom je een heel eind. Nou, de context, daar komt hij. Is in het begin, ik noemde het al even, het verbond van Abraham met Abimelech. We lezen dat eigenlijk nooit. We slaan dat vrolijk over. Om snel erover te gaan op hoofdstuk 22, de binding van Isaac / het geloof van Abraham. Maar in het voorafgaande vindt u dus Abimelech en vindt u nog iets. Dan vindt u dat in hoofdstuk 21 Sarah zwanger wordt. En als je het verhaal zo leest, lijkt het wel alsof ze zwanger wordt van God zelf. Dan staat er, toen gedacht God Sarah en hij deed aan haar wat hij gezegd had. En ze werd zwanger en baarde een zoon. Ziet u dat kind dat verwekt is, geldt in ieder geval in de taal van het Oude Testament helemaal als kind van God. Het lijkt wel alsof God het verwekt. Maar Isaac is in ieder geval het door God gewenste kind. Dus niet Ismaël, niet Eliezer, of weet ik wie allemaal. Het gaat om Isaac, Isaac en nog eens Isaac.
Zo begint het. En die Isaac, die zo gewenst is, door God gewenst is, want dat is een probleem dat we nog niet hadden gezien. Dat kind, dat wordt door diezelfde God meegestuurd om geofferd te worden. En dan het andere, en dan ga ik stoppen denk ik. Sarah wordt dus zwanger en krijgt dat kind. Het is de enige, de eerste en ook de laatste. Het is haar echte begoor, haar enige geboren zoon. Een begoor is een kind dat je krijgt waardoor je moeder wordt. Een mannelijk kind dat je krijgt waardoor je moeder wordt. Dus als je met een meisje begint in je gezin, dan krijg je nooit een begoor. Maar Isaac is echt Sarah's begoor. En dan heb ik iets niet helemaal uitgesproken nog in de tekst. Er staat dat Abraham en Isaac, staat er, zo gingen ze beide tezamen. Een paar versen verder, zo gingen ze beide tezamen. Slot van het verhaal, zo gingen zij tezamen. U mist een woord, beide, hun tweeën. En Sarah staat al die tijd in de Joodse traditie op de uitkijkpost. Komen ze al terug? En wat ziet ze? Ze ziet Abraham, ze ziet de knechten, Eliezer en noem maar op. Maar ze ziet niet Isaac. En dan sterft ze ter plekke. En daarom vindt u hierna het hele verhaal dat de broer van Abraham krijgt kind na kind na kind, bij elkaar 12 kinderen. Maar Sarah sterft kinderloos, denkt ze. Maar dat is dus niet het geval. Ja, zo eindigt de Joodse manier van kijken en de christelijke eindigt natuurlijk met dat christologisch concept plaatsvervangend. Moet Isaac sterven en plaatsvervangend moet Christus sterven. Isaac mag leven omdat Christus is gestorven. En dat is een goede afsluitende zin, vind ik. Als je voor de zaak wil leven, dan moet je er niet aan sterven. Dat heeft Christus al gedaan. Dank u wel voor uw veronderstelde aandacht. En ik hoop u misschien in de toekomst nog wel eens toe te spreken. Dank u wel.